Want we gaan naar het einde van de academische zitting. En u ziet het daar al staan, de Vlaams coördinerend minister kinderrechten is Benjamin Dalle. Of er een voorafname komt op de Vlaamse regering morgen, dat zien we zo meteen wel. Maar het laatste woord vandaag is in elk geval voor u, Benjamin Dalle. Goedemiddag iedereen, mevrouw de kinderrechtencommissaris, beste gewezen kinderrechtencommissaris, commissarissen, beste parlementsleden en vooral beste fans en militanten van het kinderrechtencommissariaat en van de kinderrechten. History will judge us by the difference we make in the everyday lives of children. Het is een citaat van niemand minder dan Nelson Mandela, precies 20 jaar geleden, op uitnodiging van Kofi Annan bij de Verenigde Naties in New York. Woorden die eigenlijk boven het bed zouden moeten hangen van elke beleidsmaker, van elke politicus. Wat mij betreft zelfs boven de stoel van onze Vlaamse parlementsvoorzitter, zodat we er elke keer opnieuw mee geconfronteerd worden. We kunnen het misschien straks ook aan Lisbeth overmaken als suggestie. Het moet het kompas zijn van alles wat we beslissen. En de woorden van Mandela kunnen vandaag eigenlijk jammer genoeg niet actueler zijn. We worden geconfronteerd met een oorlog in Europa, met kinderen op de vlucht. Het is ook een tijd waar in grote delen van Afrika we geconfronteerd worden met een ongeziene hongersnood. UNICEF trok onlangs nog aan de alarmbel. Sinds het begin van dit jaar zijn door wereldwijde voedselcrisissen ruim 250.000 meer kinderen ernstig onder voet geraakt. 250.000 kinderen. Maar het is hier ook aan bod gekomen in het panelgesprek. Als we ook naar ons eigen land kijken, dan zien we dat er ook hier kinderen opgroeien in nog altijd erbarmelijke en onaanvaardbare omstandigheden. Ook hier groeien kinderen op in armoede. Nog altijd 1 op de 8 van onze kinderen groeit op in een kansarm gezin. In mijn eigen stad Brussel hier, maar ook in steden als Antwerpen, is dat zelfs 1 op 3. Kinderen die niet met gelijke wapens aan de start komen. Kinderen die niet met een goed gevulde brooddoos naar school kunnen. Kinderen die straks, nu eigenlijk, wanneer de vakantie voor de deur staat, niet de kans krijgen om op kamp te gaan, om op activiteit te gaan, om op vakantie te vertrekken. En daar moeten we vanuit het beleid meer aandacht voor hebben. History will judge us by the difference we make in the everyday lives of children. Als minister van Brussel, jeugd en armoedebestrijding zijn het woorden die voor mij samenvatten wat mijn missie is. Zorgen dat onze jeugd beter kan opgroeien in Vlaanderen. En om die doelstelling te realiseren, beste vrienden, heb ik een fantastische partner in crime. Een klankbord en een bron van inspiratie. Het kinderrechtencommissariaat. Vandaag vieren we 25 jaar bestaan van deze cruciale, autonome en onafhankelijke instelling. En bij zo'n viering hoort het natuurlijk, en dat is hier ook uitvoerig gebeurd vandaag, om even achteruit te kijken. Het zijn inderdaad de donkerste bladzijden van onze Belgische geschiedenis die de context waren waarin deze belangrijke instelling is opgericht. Toen 300.000 mensen door de straten van Brussel trokken met een niet mis te verstaande boodschap. Het moet anders in ons land, met meer aandacht voor de rechten van elk kind. En er is ook geluisterd. Ook in dit parlement. Onder meer door Jolande Avondrood, Cathy Lindekens, Nelly Maas, Therese Merks van Goei en Ria van den Heuvel. Het was ook heel fijn om 2 onder jullie daar juist te zien spreken. En vandaag brengen we terecht, denk ik, hulde ook aan deze founding mothers van het kinderrechtencommissariaat. Ik denk dat dat nog eens een serieus applaus verdient. Trouwens, kleine parenthese. Ik hoorde ook de naam van Luc Martens vermelden. Het was voor mij ook bijzonder. Mijn vader heeft ooit nog als adjunct-kabinetje welzijn voor Luc Martens gewerkt. Dus fijn dat het allemaal op een bepaald moment samenkomt. En het commissariaat is op relatief korte tijd eigenlijk geworden tot een echte megafoon. Het woord werd door Cathy Lindekens gebruikt, denk ik. Een echte megafoon voor de rechten van kinderen en jongeren. Ze vertolkt de stem van zij die soms niet voldoende worden gehoord. Wat leeft bij jongeren waar zij van wakker liggen, met welke problemen zij ook geconfronteerd worden? De problemen benoemen
maar belangrijk ook oplossingen aanreiken. Dat is voor ons beleidsmakers natuurlijk essentieel. En ik heb hier een lange lijst van rapporten die hebben geleid tot verandering. Het is al 10 voor 2 beter, dus ik ga jullie daar niet mee vervelen. Het gaat rond integriteit, het gaat rond belangrijke subgroepen. Denk bijvoorbeeld aan de jongeren in de gemeenschapsinstellingen. Het gaat over het woonbeleid, het gaat over de verhouding tussen jongeren en politie. Al die zaken, daarin heeft het kinderrechtencommissariaat belangrijke rapporten uitgebracht. En het allerbelangrijkste daarbij is dat die rapporten niet alleen gebaseerd zijn op eigen expertise, maar vooral ook op de signalen die rechtstreeks bij het commissariaat komen via kinderen en jongeren. Dat is o zo belangrijk. En het werk van ons kinderrechtencommissariaat wordt ook gezien in het buitenland. Het is een voorbeeld in Europa, het is een voorbeeld voor vele andere landen, en zeker ook waar kinderrechten niet altijd zo serieus worden genomen. Uit mijn eigen ervaring kan ik alvast getuigen dat bij de opmaak van ons jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan, het zogenaamde JKP, waar we eigenlijk de prioriteiten voor de hele Vlaamse regering naar voren schuiven, dat we heel veel gehad hebben ook aan de excellente inbreng van het kinderrechtencommissariaat. Trouwens, we hebben net ook de update na 2 jaar JKP overgemaakt aan het kinderrechtencommissariaat en ook aan het Vlaams parlement, aan de voorzitter. Ik hoop dat we daar nog goede debatten zullen hebben. Bij zo'n jubileum past het natuurlijk ook om even vooruit te kijken. Net zoals elke organisatie zal ook het kinderrechtencommissariaat zichzelf constant moeten blijven heruitvinden. Misschien een kleine vraag. Wie in deze zaal gebruikt er TikTok of zit er op TikTok? Ja, toch een paar. Toch een aantal mensen. Om jullie één cijfer daarover te geven, Carrie Wiet is sinds 1 jaar op TikTok. Ze hebben vandaag 236.000 volgers. Dat hoeft niet te verwonderen als je weet dat ongeveer 86% van onze kinderen dat die op TikTok zitten en zelfs 96% op YouTube. Net zoals de VRT, daar moet zijn waar kinderen en jongeren zijn, moet ook natuurlijk een kinderrechtencommissariaat daar aanwezig zijn. Ik heb het nu niet speciaal over TikTok, dus een suggestie. Maar dat is uiteraard de essentie van de zaak niet. De essentie van de zaak is dat rechtstreeks contact met kinderen en jongeren essentieel is. En je doet dat ook op de plaatsen waar kinderen en jongeren aanwezig zijn. Het valt mij enorm op hoe kinderen en jongeren heel krachtig zijn om te spreken over wat zij meemaken. Over mentale problemen bijvoorbeeld. Over de sociale context waarin zij opgroeien. En dat is bijzonder waardevol, bijzonder belangrijk. Wij moeten beleid voeren met, door en voor jongeren. Dat is ook een essentiële rol van het kinderrechtencommissariaat. Ook op het vlak van kinderrechten hebben we in Vlaanderen nog een enorme weg af te leggen. En dat is zeker gebleken in die coronacrisis. Achter de gevels van vele huizen en appartementen scholen soms heel veel verdriet en problemen. Die problemen zijn zeker veel sterker naar voren gekomen door de crisis. We hebben gezien hoe kinderen hun hobby's niet meer konden uitoefenen. Hoe moeilijk het voor sommigen onder hen ook was om via digitale tools geconnecteerd te blijven, ook met de school. En we hebben vooral ook gezien hoe belangrijk kwaliteitsvolle publieke ruimte is. Dat kwam ook in het debat aan bod. Meer dan eens zijn fundamentele rechten geschonden geraakt in die coronaperiode. En daar heb ik me regelmatig ook heel erg kwaad over gemaakt. Spreken over vrije tijd is voor kinderen geen bijkomstigheid. Het is van levensbelang. Het is onder meer in het jeugdwerk, naast de school, waar kinderen zichzelf kunnen zijn en even de thuissituatie kunnen vergeten. Ik ben ook bijzonder fier dat we met de Vlaamse regering steeds die kaart hebben blijven trekken. Open scholen, onderwijs open houden, maar ook het jeugdwerk, ook de vrije tijd, daar ruimte voor geven op een moment dat het voor sommigen niet streng genoeg kon zijn. Die coronacrisis moet ons ook aanzetten om fundamenteel na te denken over kinderrechten, ook over het kinderrechtenverdrag. We kunnen daarbij niet genoeg benadrukken hoe belangrijk mentaal welbevinden is. Iets wat in 1989 door de Founding Fathers van het kinderrechtenverdrag nog niet zo sterk werd benadrukt. Een kind met een gebroken been, dat vinden we normaal, dat die onmiddellijk geholpen wordt. Maar als je met een eetstoornis of een zware depressie afkomt, dan hebben we als overheid vanuit het beleid nog onvoldoende antwoorden. Daar kunnen we ons niet bij neerleggen.
Het is misschien tekenend dat er net een glas valt. Ik wil ook de nadruk leggen op het preventieve. De coronacrisis heeft aangetoond hoe belangrijk die vrije tijd is voor kinderen en jongeren. In sommige adviesnota's van expertengroepen las ik: ik sluit het jeugdwerk en zorg dan dat, we vervolgens extra psychologen aanstellen. Zo werkt het natuurlijk niet. Daar kunnen we het absoluut niet mee eens zijn. En ook de rol van die publieke ruimte moeten we benadrukken. Jongeren, kinderen, die moeten plaats hebben, die moeten ruimte hebben om zichzelf te kunnen zijn, om te spelen, om te sporten, om elkaar te zien, om gewoon te kunnen rondhangen. En als we kinderrechten serieus nemen, mag het natuurlijk niet blijven bij mooie speeches en loze woorden. Dat betekent dat alle overheden in dit land ook aan de slag moeten. Vlaanderen zeker, de federale overheid en ook onze lokale besturen. Er komt nog een andere verjaardag aan. In 2024 zijn wij voorzitter van de Europese Unie. Maar het is ook de 35e verjaardag van het kinderrechtenverdrag. Ik denk, en ik zie daar ook de kinderrechtencommissaris als een partner, dat we het kinderrechtenverdrag tegen dat moment ook eens tegen het licht moeten houden. Dat we dat moeten evalueren en ook actualiseren. En er zijn daar twee punten die ik extra onder de aandacht wil brengen. En dat is dat recht op mentale gezondheid en dat recht op open ruimte. Het is een goed moment, denk ik. Maar vandaag zijn we natuurlijk vooral samen om jullie te feliciteren. 25 jaar kinderrechtencommissariaat als onafhankelijke instelling. Ik reken er ook op, en ik zal daar ook voor strijden, dat jullie ook de komende 25 jaar kunnen blijven bestaan als onafhankelijke kinderrechteninstelling. Dank u wel. Dankjewel, Benjamin Dalle. Caroline Vrijs, jij gaat nog een paar dingen zeggen. En dat is dan het echte einde van deze academische zitting. Ja, geen flesjes laten vallen, want ze gaat het kort houden. Geen flesjes laten vallen. Eén minuutje nog van jullie tijd. Wij doen ons werk zo graag op het kinderrechtencommissariaat dat studiemomenten, die eigenlijk bedoeld zijn om een halve dag te duren, soms een hele dag in beslag nemen. Ik wil eigenlijk echt iedereen heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid. Dat betekent enorm veel, dus dat is een dank in naam van mijzelf, maar zeker ook van mijn 15 collega's in het team. Dat betekent echt veel voor ons dat jullie hier zijn en de volgehouden aandacht was een vrij lange dag. Ik wil alle sprekers bedanken, de minister met zijn mooie woorden, alle mensen die deelgenomen hebben aan de panelgesprekken, onze founding mothers, niet te vergeten, alle eer gaat vandaag ook naar hen, alle credits en zeker ook naar Ankie en Bruno, mijn twee voorgangers, al onze waardering en dank dat jullie erbij konden zijn. En tenslotte, hoe kan ik ook anders de dag afsluiten, wil ik toch een bijzonder woordje van dank richten aan mijn 15 collega's, 15 medewerkers, beleidsadviseurs, klachtenbehandelaars en communicatiemedewerkers. Ik wil hen echt bedanken. Het zijn mensen die in deze job staan met hart en ziel, met passie, met een enorme gedrevenheid. Sommigen onder hen doen de job al 20, 25 jaar, zijn er eigenlijk bij vanaf de start. Dus dat wil toch echt wel iets zeggen qua gedrevenheid. Ik kan er echt wel van meespreken en van getuigen. Zij doen er in hun job dagelijks alles aan om de stem van kinderen te laten horen en om hun rechten zoveel mogelijk te garanderen in soms moeilijke situaties. Het is een absoluut voorrecht om met dat team te kunnen samenwerken. Het is een absoluut voorrecht om in Vlaanderen, ik denk dat mijn voorgangers dat ook alleen maar kunnen beamen, rond kinderrechten te mogen werken. Ik ben daar enorm vereerd mee. Het is ook een voorrecht om met jullie allemaal te mogen samenwerken. Het doet mij ontzettend veel plezier. Ik ken heel veel gezichten van de mensen die er vandaag zijn. We hebben al heel veel goede gesprekken gehad en we gaan dat de komende dagen blijven doen. Ik denk ook aan de beeldspraak die Benoît daar straks zo mooi naar voren gebracht heeft van het huis met de bouwstenen. Het huis staat er. Wij werken daaraan. We hebben daar 25 jaar aan gewerkt. 25 jaar bouwen aan expertise, ervaring, maar ook aan een netwerk dat we met jullie hebben kunnen uitbouwen. Die bouwstenen, dat is onze onafhankelijkheid, kritische luizende pijls zijn, onze klachtenlijn, kinderen en jongeren beluisteren en hun problemen de zaken waar zij op botsen, krachtig zoeken naar oplossingen samen met hen en hun omgeving. Een huis staat nooit alleen.
Een huis staat in een dorp. Ik denk dat jullie dan staan voor dat dorp. Wij kunnen geen impact realiseren zonder jullie allemaal in de politiek, in het beleid, maar ook in de organisaties op het terrein. Er zijn, dat is al een paar keer gezegd vandaag, nog gigantische uitdagingen die voor ons staan. Dat is zo. Maar met jullie aan onze zijde vliegen we met enorm, enorm veel goesting in de volgende 25 jaar. Dank jullie wel en geniet van het drankje.